Jan, als je zo even over de knie gelegd wordt in je eigen stadion. Zo. Dat was toch ook niet normaal? Daar zit hij inderdaad. Die werden helemaal zoekers, van kastje naar de muur. Ik denk deze 7, 8 minuten, denk ik, nou, dat gaat nog. Ja. Maar toen zijn ze niet meer aan de bal geweest. Voor niet de supporters normaal, is dat dodelijk. Oh, want die haten elkaar. Oh. Dat, ja, maar, United en City. Ja, maar ze haten nog meer Liverpool. Hè? Dat is onvoorstelbaar. Dat is een gemeenschappelijke haat. Dat is niet te geloven. Er zijn die steden tegen elkaar, ja. Onvoorstelbaar. Ja, dan hebben ze nee, maar het heel Engeland, ik weet niet wat het is. Maar ze hebben liever dat City kampioen wordt dan... Dan ik Liverpool. Niet. Ik niet. Nee, jij niet? Nee. Je bent toch van Man United? Nee, je wilde ben... tegen mij dat je van Man United bent. Nou, van oudsher was Man United een fantastische club om heen te gaan. Maar ik vind Liverpool ook een geweldige club. Ja, op het moment wel. Maar ja, ik snap het niet. Ik vind ze een enorm goed voetbalspel. Is... Daar hebben we er van de week over gehad. Weet je nog, dat ze kiezen tegen Barcelona. Die Sanchez voor zijn 500.000 euro in de week. Dat kan toch ook niet, hè? Dat is dan niet normaal? Nee. En, terwijl hij wel kan voetballen, hoor. Ja, ja. Ik heb niemand die zo kort kan draaien als Sanchez. Ja, ja. Als je nou gewoon de linksback ziet, die is toch een kilo of 4 te zwaar, denk ik, of niet? Die, ja, die is dus, brak toen. Die, ja, die ja, bij Europees. Die heeft zo'n is niet te geloven. Ik weet die niet heeft een onderkin. Ja, onvoorstelbaar. Ja, onderkin. Ja, dat is dan niet te geloven. Nee. Lelijk is dat, hè, zo'n onderkin. Ja, onvoorstel... ja, onderkin. Niet op arm slaan. Ja, dat... dat oog voor jou, hè. Dan ga ik aan de andere kant ook leggen straks. Hey mensen, jullie moeten zeker kijken naar Veronica Insight met de nieuwe app Werelds.